Leden van de Poolse vrijwilligersorganisatie MPVV hielden gisteravond op het plein een zogenaamde flashmob. De vrijwilligers wilden bekendheid geven aan hun aanbod om jonge mantelzorgers te helpen door af en toe voor hen in te vallen. We willen aandacht trekken voor ons project. Project de Haagse kracht van de burger en de respijtzorg. We hebben afgelopen 2 maanden intensief 30 Poolse vrijwilligers getraind. Op alle vlakken, zodat ze kunnen af en toe de mantelzorgers vervangen. Maar vooral jongere mantelzorgers die hebben nul tijd voor hobby's of sporten, vriendjes. En dat vinden we zielig. Dus ze kunnen gebruik maken van onze vrijwilligers gratis. Opzet was de flashmob te houden in de Grote Marktstraat, maar daar kregen zij geen toestemming voor. Daarom werd er uitgeweken naar het plein, in het donker en zonder toeschouwers. Volgens de organisatie niet echt een probleem. Dat was een goede beginoefening, want in maart gaan wij uitvoeren in Gobbemaplein, als dat kan, waar echt veel mensen lopen. We willen ook natuurlijk heel veel aandacht trekken van de Marokkaanse en Turkse mensen, zodat ze kunnen bij ons aanklopen, want cultuur is, maakt geen barrière. Misschien een beetje de taal, maar we gaan ook Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrijwilligers trainen, dus dat komt allemaal goed. Op 30 januari aanstaande organiseert de stichting MPVV een debatavond over de positie van jonge mantelzorgers. Kijk voor meer informatie op de website www.mpvv.nl.